Irene, hier nu och aquí ahora con Rossi. Och min första intervju i in Nederländerna. Och som ni kunde se, hier har vi en speciell, idag en speciell person med musikala instrument, med basis Nederlands, så att achtergrund Nederlands, Nederlands då. Yes. Maar haar passie met muziek, haar passie is muziek. En tegelijkertijd heeft zij muziek, Nederlandse muziek misschien, met de achtergrond van Latijnse muziek gecombineerd, een combinatie gedaan. En hier hebben wij vandaag Shalina. Shalina. Shalina gaat over haar vertellen. Een beetje de, laten we zeggen, de historie of de, wat je hebt meegemaakt en hoe is jouw carrière geweest met muziek. En hoe ben jij gekomen aan de passie van de Latijns-Amerikaanse connectie voor dan Cuba? Mm-hmm. Toch? Ja, Cuba. Welkom, Shalina. Ja, dankjewel dat ik hier mag zijn. Geval, het is mijn eigen huis. Maar leuk dat je hier langs komt om mij te interviewen. Ja, waar kon ik het best beginnen? Ja, wat wil je als eerst weten? Ja, eigenlijk, wie is Shalina? Hoe ben jij... Hoe ben jij met jouw passie gekomen van okay. muziek? Hoe ik aan mijn passie ben gekomen voor muziek, dat is al heel vroeg begonnen. Toen ik 2 jaar was, volgens mij. 2 jaar? Toen was ik met mijn ouders op de boulevard hier in Scheveningen. En toen was daar een soort van orkestje met meisjes die viool speelden. En ik wou heel graag viool spelen. Ik kan dat niet meer herinneren, want ik was te klein. Ja. Maar ik was daar niet meer weggestaan. Dus dat was de eerste contact met muziek. Dat ik dacht, wauw, dit wil ik graag leren. Maar ik was 2 jaar en was te jong om op viool te gaan. Dus uiteindelijk toen ik 4 was, ik heb het nog 2 jaar volgehouden om te zeuren. Ik wil vioolles, ik wil vioolles. En toen was ik 4 en toen begon ik op vioolles. En dat heb ik gedaan tot mijn 16e. Maar uiteindelijk ging een beetje de passie voor viool verloren. Maar ik wist wel, de muziek, dat was wel echt mijn passie. Maar niet voor viool. Dat was niet mijn instrument, toch? Kwam uiteindelijk is niet geworden. Nee. En toen begon ik om mijn 16e, ontdekte ik Michael Jackson. De muziek van Michael Jackson. En toen dacht ik, weet je wat? Ik wil zingen. Uit het niets. Ik had daarvoor nog nooit gezongen. Ik was 16. Dus het was best wel aan de late kant. Er zijn veel mensen die al vanaf heel jongs aan zingen leuk vinden. Heb ik nooit gehad. Pas om mijn 16 was het opeens, hey, ik wil zingen. Heb ik allemaal karaoke gezongen. Gewoon via YouTube geoefend. En ik vond het super leuk. Toen ging ik voor het eerst mezelf opnemen. En het was zo slecht. Eerst is waar niet slecht. Ja, want als je zingt, en datzelfde met praten, dan... Je hoort jezelf anders dan wat de werkelijkheid is. Ja, precies. En ik dacht, oh, ik kan misschien wel zingen. Nou, dat was dus echt niet het geval. maar ik ben een doorzetter. Dat heb ik mijn hele leven wel gehad. Als ik iets graag wil, dan ga ik ervoor. Ja. Dus dan heb ik elke keer liedje gezongen, opgenomen, teruggeluisterd. Mm-hmm. En dat de hele tijd om toch te leren hoe het nou is om jezelf terug te horen. En om die controle te hebben dat je wel zuiver zingt en weet ik wat. En ja, dat heb ik doorgezet. Ik wil graag naar het conservatorium. Ja. Dus echt voor opleiding voor muzikant. En dat was nog best wel lastig. Omdat ik natuurlijk later was begonnen, had ik wel een achterstand. In vergelijking met mensen die al een hele leven op instrument spelen. Of in ieder geval al lang. Ja. Dus eerst heel veel afwijzingen, audities gedaan. En allemaal net niet geworden. En uiteindelijk gelukkig toen in Zwolle aangenomen. Ja. En daar ben ik dus echt als zangeres opgeleid. Dus vooral veel jazz, want ik moest daar pop doen en fusion, Latin en jazz. Dat waren de 4 dingen. En toen begon zeg maar de eerste connectie ook met Latin een beetje, maar nog niet heel erg. Want eerst moest ik veel Braziliaanse dingen doen, wat ik ook heel leuk vind. Braziliaanse muziek. Ja, maar eigenlijk 4 jaar geleden is pas echt soort van de bom gevallen toen ik via mijn pianist, die ook in mijn band zit, we hebben samen onze band, die liet een filmpje zien van Pedrito Martinez. Ah, jij vertelde dat. Ja, en hij komt uit Cuba en hij is echt belachelijk goed.
Hij kan heel goed conga's, dus deze instrumenten, ja, ik zag spelen. Dat gisteren een kleine video over hem. Oh ja. Hij is lekker hier in Nederland geweest. Ja, jazz klopt. concert. Ja, hij is een paar keer in Nederland geweest. En ja, ik zag dat en ik dacht, dit is wat ik wil. Want ook met zo, hij speelt met zoveel plezier ook. Ja. En soms mis ik dat een beetje in popmuziek of in jazzmuziek, is het soms heel serieus. Hoeft niet altijd natuurlijk zo te zijn. Maar daar gewoon die plezier en dat mensen ook kunnen dansen op je muziek, Ja. Dat is echt iets superleuks. Dus toen dacht ik, dit is wat ik wil. Heel veel conga gestudeerd. En proberen te zingen tegelijk. Nou, ging ook helemaal niet. Was weer, altijd is het weer dat ik denk, dat wil ik. En ik kan het niet. Dus dan moet ik weer heel veel oefenen, ja. studeren. Elke dag nog studeren. Omdat je toch twee dingen tegelijk doet. Precies, zingen en ja. Spelen. En dan ook nog in het Spaans zingen. Ik dacht, oh, maak het mezelf super moeilijk. Iets bijzonder wat zij doet. En toen ik haar heb gezien in Instagram, ik ging de foto's kijken. Ik weet niet hoe we zijn in contact gekomen, geen idee. Maar ik dacht, oh, dit is iets bijzonders. Dit is, zij zingen in Spaans. Zij speelt die conga. Ja. Maar zij is Nederland. Nederlandse mevrouw, Nederlandse vrouw. Zo, ik dacht, oh, dit is, oh, dit is iets speciaals. En ik was van plan ook om in mijn kanaal, van online tv-kanaal, in het Nederlands te doen. Maar tot nu toe heb ik al 6 jaar alleen voor Spaans sprekende ondernemers gedaan. En nu het is eigenlijk de eerste interview met jou in het Nederlands. So, daarom zeg ik sorry als mijn Nederlands niet genoeg is om te begrijpen. Maar ik durf het wel te doen. Maar voor iedereen die nu kijkt, die Nederlands is, die heeft echt respect voor jou, hoor. Oh, dankjewel. Dus maak het niet door. Dankjewel. En je gaat verder ons vertellen de ervaring met de Latijns-Amerikaanse Cuba connectie. En hoe is dat gekomen? Via Perlito Martinez. Ja. En daarna ging jij bij een band ook zingen met een Spaanse sprekende groep. Ja, klopt. Ja. Ja, het is, zeg maar, het ritueel was echt het begin dat ik dacht, wauw, dit wil ik. Mm-hmm. Toen heb ik heel veel gestudeerd en op school had je dus ook nog een Latin band. Daar hebben we ook gespeeld, maar het was voor iedereen best wel lastig, omdat Nederland, zeg maar, westerse muziek is zo anders dan Cubaans, ook Braziliaans. Dus dat is wel even wennen, maar als je er heel veel naar luistert, dan voelt het steeds meer alsof het je eigen muziek is, soort van. Ja. En ja, ik ben 2 jaar geleden met mijn ouders, met mijn vriend naar Cuba gegaan. Oh. Voor 1 week. Ik had liever langer gewild, maar ik kon helaas niet anders. En daar heb ik ook een aantal lessen gevolgd voor conga. En dat was ook echt heel erg leuk op de muziekschool. En ja, toen dan opeens ga je met mensen spelen die daar ook heel vandaan komen. En dat is zo fijn om daar samen mee muziek te maken. Dus ik ben heel graag ook weer terug. En het liefst ook veel langer. Dat kan wel. Maar dan moet ook een Spaans beter zijn. Zodat ik... Ja, maar dat is ook iets bijzonders. Dat zij zingen in het Spaans. Zij hebben ook zijn eigen liedjes in het Spaans gemaakt. Toch? Maar het niveau van het Spaans van haar is wel goed. Maar voor iemand die al zingt in het Spaans, voor mij is iets bijzonders. Het is iets bijzonders dat jij doet. So, wij kunnen wel Spaans praten, zij spreken wel Spaans, maar zij zingt al in het Spaans. En dat is iets dat ik nog niet geloven. Hoe kan dat gebeuren? Met een Nederlandse achtergrond, niet in het Spaans, misschien moeder of achter oma of opa. Maar je bent helemaal 100% Nederlands. Ik ben niet 100% Nederlands. Ik heb Indonesische roots. Oh, daar gaan ja. we misschien. Maar opa vanuit Indonesië zie je helemaal niet. Ik ben toen hartstikke blond en precies, bedoeld en lang. Ik zou 100% Nederlands. Maar, dus ik ben niet 100% Nederlands, maar ik kan ook weer wel, zeg maar. Ik ben niet in Indonesië geboren, omdat ik daar. Maar toch heb ik wel altijd een beetje niet 100% Nederlands gevoeld. Ik vind het altijd heel leuk, gewoon sociaal. Nu snap ik het wel. Ja. Dus, maar waarom in het Spaans? Het is natuurlijk die muziek, vind ik het mooist, als het ook in het Spaans zong. Kijk, ik had ook, zeg maar, mijn muziek kunnen componeren en in het Nederlands zingen. Ja. Maar zelf vind ik Nederlands geen mooie taal. Spaans is echt mooi. Het is echt een mooie taal. Vol met passie en mooie klanken en duidelijk. En Nederlands vind ik zelf niet zo mooi. Het is een hele harde taal. En dan... Zo, iedereen is Spaans gaan leren. Ja, precies.
Niet beneden. Nee, heel interessant. En ben ik echt dankbaar dat ik dit mogelijk voor mij is, dat ik is geworden. Ik dacht, oh, zou ik dat kunnen? Zou ik dat niet misschien? In ieder geval, zullen wij misschien, en dit is niet het einde, maar kunnen wij misschien jouw liedje horen? Jouw eigen degene die ik wil gaan zingen? Ja. Oké, okay, ja, is goed. Het is echt iets bijzonders nog eens. Ik blijf zeggen dat het iets bijzonders voor mij is. Yes. Nee, ik zing een nummer die hebben we in de zomer opgenomen. Hebben we onze eerste cd. Of een EP is dat. Er staan vijf nummers op. En we gaan... Dit is deze. Ja, dat is deze. Cha-cha-cha-cha-lina. Yes. Zo, cha-cha-cha-cha-cha-lina. In Spaans, wij zeggen cha-lina, maar het is eigenlijk cha-lina. Ja, waar. Is dit nog, misschien ga ik ooit overstappen naar Charlina en altijd zeggen ik ben Charlina. Misschien of mijn Spaans beter is. Maar ik ga daar een stukje van een nummer zingen. Het heet Cuéntame una historia. Cuéntame una historia. Vertel mij een verhaal. Ja, precies. Yes. Dus even aan. Cuéntame un cuento, donde no, no me lastimes porque yo no puedo vivir con el dolor. Como canto viento. Cuéntame una historia donde el amor es simple y donde no me rompes el corazón. ¡Bravo! Aplausos, aplausos para Shalina. Haar eigen liedje, eigen tekst. Is dat mogelijk? Eigen tekst in het Spaans. Haar zelf gemaakt, eigen zijn lied. Tja, 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 Shalina. En Shalina, waar kunnen mensen de juiste cd vinden? Nou, wij zijn, dat heb ik nog eigenlijk niet verteld. We hebben crowdfunding, zijn wij begonnen, om ons album te kunnen realiseren. Die loopt over, als het goed is, over 4 dagen af. Maar we zijn er bijna. We hebben namelijk, ons eerste doel was €8.000. Om te zorgen dat we de studio kosten. Dus de studio betalen, degene die alles opneemt. Ja. Het mixen van de nummer, masteren, artwork. Het is heel veel. Komt erbij kijken voordat je überhaupt iets kan opnemen. Ja. En we hebben ons eerste doel al gehaald. Want ons eerste doel was €8.000. Dat hebben we echt heel snel al doneerd. Dat had ik nooit gedacht. Ja, dus heel bedankt voor iedereen, lieve mensen die al heel snel hebben gedoneerd. En hoe is dat gedaan via social media? Ja, er is een website die heet Voor de Kunst. En die is speciaal crowdfunding voor kunstprojecten. Oh, interessant. Dus ook als je een dansvoorstelling zou willen maken, of als je fotograaf bent of schrijver en zo, dan kan je daar een idee zeggen van oké, we gaan een boek realiseren en dan wil je een boek. De drukkosten en weet ik wat eruit krijgen. En dat hebben wij dus met onze cd gedaan. En dat loopt over 4 dagen af. En we mochten een tweede doel stellen. Omdat we al die 8.000 hadden gekregen. Ook dankzij Prins Bernd Cultuurfonds heeft nog een donatie gedaan. En gemeente Den Haag. Dus dat hadden we nooit gedacht. Dus dat is ook super fijn.
En we hebben nu nog volgens mij 70 euro en dan zitten we op een 10.000. En daarmee gaan we ook een supermooi concert geven op het strand in Scheveningen. Wanneer is dat? Eind augustus. We hebben nog niet een datum, ja, wel dit jaar. Daar zal ik bij ook zijn. Ja, met uitgenodigd. Ja, natuurlijk. Ik ken ook andere Spaanse sprekende dansen. Oké. Okay. Met haar zijn even de school. Oké. Er zijn verschillende en heel veel ondernemers en Spaanse sprekende ondernemers. Die nog niet bekend hier in Nederland zijn. Nee, precies. Het zou leuk zijn om samen te werken. Ja, zeker. Die enige die mij luistert, ik zou niet horen op die moment. Ik zou niet haar naam noemen, maar zij weet precies waarover het gaat. Mm-hmm. over wie het gaat. En zij is heel goed met dansen. Oké. Okay. Hoe is die school? Dansopleiding. Okay. Van vroeger in Cuba. Goed. 20 jaar verwaring of zo van dansen. Heel interessant, heel interessant. En heel echt interessant ook wat je doet. En die connectie maken, en dat is wat ik probeer te doen. Connectie maken van Latijns-Amerikaanse talenten, ondernemers of bedrijven met Europa. Ja, dat precies. Is via online. Daarvoor is die nieuwe online TV. Ja, wat leuk. Echt leuk. Interessant. Oké, we gaan even snel naar een pauze. En dan komen wij terug. En daarna gaan we ook de commentaren antwoorden. Vragen stellen, denk ik. Zijn vragen dan kunnen we weer antwoorden. We komen zo terug. Estamos en el corte comercial, estimada Roxy. Okay. ¿Hay preguntas? ¿Richard? Bueno, le comento, estimada Roxy, que por acá nos dicen que cante algo más, porfa. Saludamos. Saludamos. It's espontáneo, it's subjective. Denk hoor. Saludamos a Mónica Velázquez Rodríguez, que también está siguiendo la transmisión. De igual manera, saludos para Sonia Plaza. Muy bien, muy bien. Y bueno, le comento, estimado, que estamos en el corte comercial. Sí. Acá en la página de Mevif, de Roxy. Sí. Pero en YouTube seguimos al aire actualmente. Oh, ok. Bueno, no importa. Pasa nada, igual estamos en el aire. Bueno, mientras estamos en pausa y si seguimos en el aire para YouTube, para los seguidores de YouTube, estamos en Holanda, en La Haya, ubicados aquí con una oficina de RI Consultancy, que es específicamente para el apoyo y el desarrollo de la comunidad de habla hispana. De la comunidad de habla hispana en Holanda, ya sea empresarios, ya sean emprendedores o cualquier persona que decida desarrollarse o conectar entre estos dos continentes, pues RI Consultos es una oficina física cuando es posible y una oficina con servicios online, virtuales. Así que dentro de poco que estamos en la pausa, pero no, al parecer hay que conectar de una manera mejor para que podamos ir en todas las redes sociales al mismo tiempo con la pausa. ¿Sí? Ok, Richard, ¿vamos a volver o volvemos de la pausa? Sí, estima. A continuación, ya. Vamos a regresar. Con Dicky. Ok. Quizá tenemos que dicho contar este momento. Yeah. Ok, sí. Estimada. En 5 regresamos. Hallo, iedereen. We zijn weer terug. En nog een keer met een leuke liedje van Shalina. Shalina gaat ook een keer een Spaanse liedje zingen. En we zijn klaar om de liedje te horen. Heel mooi. Ze kan heel mooi zingen. De combinatie van de. Van de Wikipedia, nog een keer even kijken. Conga, ja, Conga. Haar stem en de combinatie van de technologie is een hele goede. Ja,
Mooi, dat vind ik mooi. En Shalina? Ja? We zijn klaar om jou te horen. Ik ga het even aanzetten. Ja. Even iets verder doen. Geen probleem. We zijn alle tijd. Hay una canción llamada La Vida de un hombre que no le puede decir canción sin nombre. Quiero cantarte mientras la noche dura. Qué locura. Aunque te supe sin contar, yo sí te regalo rosa. Esto no quita por ti, yo sí quiero sentir. Ay, no, 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 no te escondas, no me pierdo corazón. Aquí te estoy esperando para que digas tu nombre. Muy bien, muy bonita. Muy lindo, ¿no? Muy, muy un danza, pero sí, mejor no. Ya, okay. Es bastante interesante, y tiene hasta, ya, no, es bastante especial, es iets especial, dat die mogelijk is. Okay, en nu gaan we, ja, eigenlijk afsluiten. En dank je wel tegen jou voor jouw tijd, voor jou, voor om dit te durven doen. Dat is echt niet alleen maar met een groep in, ja, weet ik niet, in Leiden, zo heet. Ja, we gaan in Leiden, gaan we inderdaad opnemen. Mijn band komt deels, ik heb Gerardo Rosales in mijn band uit Venezuela. Oh. Hij is echt een geweldige percussionist. Hij helpt me ook met goede uitspraken in Spaans. Want nou, hij is streng. Hij wil dat het echt goed klinkt. En dan ben ik heel dankbaar dat hij mij zo veel wil helpen. En ook, het is heel fijn om met hem samen te spelen. En verder, mijn vriend is trompetist. Zit in de band. Oh, heel en pianist Danny Brands. Wij hebben samen deze band opgericht. En we schrijven dus ook alle muziek samen. En ook sommige nummers schrijven echt met de band. En soms heb ik een nummer waar ik meer heb geschreven. En hij een nummer meer heeft geschreven. Maar... ja, het is echt super leuk om samen te spelen. Nog een bassiste, de Bora Slijthuis. Oh. En we hebben voor het album hebben we een hele te gekke trombonist erbij. Dus dat is trombone en trompet. En dat gaat echt, ja, voor mij heel erg mooi klinken. Dus, zeker. En jullie gaan opnemen in Leiden? Ja, klopt. In Nieuwplaats. Vanaf Goede Vrijdag. Dus dat is 2 april. Beginnen we, gaan we 4 dagen de studio in. En dan later hebben we nog een weekend. Voor alle koortjes en voor nog kleine dingen als die over moeten. En dan ga ik daarna nog de vocals in zingen. Omdat ik natuurlijk en percussie speel. En anders wordt het een beetje te veel. Want ik kan niet alles tegelijk doen. Ja, natuurlijk. Ja. Heb je alle tijd? Je bent nog heel jong. Dat ik je hele leven maar heel interessant. En op die moment, ergens hier in Den Haag, zijn jullie bezig met samen te komen als groep of man? Ja, we repeteren nu in de studio. Okay. Omdat officieel zijn heel veel studio dicht in verband met corona. Yeah. Maar we hebben een studio waar we genoeg ruimte kunnen geven dat het corona-proof is. Waardoor we wel kunnen repeteren, want dat is natuurlijk echt essentieel. We kunnen niet zomaar die studio ingaan en nog nooit met elkaar samen hebben, of heel weinig met elkaar samen hebben gespeeld. En ik ben heel blij dat we nu samen kunnen spelen, want dat heb ik ook heel erg gemist door de corona, is dat kon dat zo lang niet. Yeah. En als je dan weer met elkaar samen speelt, en iedereen heeft een dikke glimlach op het gezicht van yes. En dan als het lekker loopt, dan is het ook echt heel, ja, het is echt heel fijn. Heel bijzonder, hè? Ja. Bijzonder dat ik kunnen weer alweer binnenkort, als het mogelijk is, alweer. Misschien niet een knuffel, maar niet een knuffel geven, maar misschien ja, elkaar zien. Je ziet elkaar zien, dat is heel belangrijk. En ja, en op dit moment ben jij nu ook online met jouw talent. Misschien online ben je al geweest, of ja, heb je genoeg volgers, maar online vanaf onze community. We zeggen Spaanse sprekende in Nederland, Spaanse sprekende ontwikkeling van ondernemers. Ondernemers, of zakelijke bedrijven, ook hier in Nederland. Mensen die veel ideeën hebben en dat ze willen ontwikkelen en ze weten niet hoe.
wij doen dat juist voor personen die iets willen doen, dat zij, ja, ze denken dat het niet mogelijk is, maar wij helpen hun wel om hun droom waar te komen. Ja. Met een training, met het idee van de logo, van de naam, van de kleur van de letters, van video's, eigen marketing te maken, het hele proces. Wat leuk, dus, wat goed. Zie je dat we zijn al 8 jaar bezig natuurlijk. Wauw. Ja, we gaan elke keer worden we iets groter en groter en groter. En dan ben ik heel blij. En nu gaan wij ook hier in het Nederlands. We doen hier in het Nederlands, maar het is in het Spaans en in Engels geweest. En nu wij integreren ook in het Nederlands. Ja, precies. We gaan een hele goede, sterke connectie maken. En wij worden wat het wordt. Ja, precies. Dat weet ik niet. Oké. En met die gaan we gewoon dankjewel zeggen. Zo, Shalina, dankjewel voor je tijd. Dankjewel voor jouw aandacht. Voor jouw dankjewel dat voor ik wat je me hebt gevraagd. Ik word heel goed. In Nederland echt waar. Oh, dankjewel. Ja. Bedankt. Als je niet goed doet, dan wil ik dat de persoon die mij criticeert, kan ook met mij in het Spaans doen. Dat is ook makkelijk. Ik kan wel goed de Spaans praten. Oké, en we gaan gewoon afsluiten. En niet vergeten, RI Consultancy is kantoor voor ontwikkeling van het Spaanse sprekende community hier in Nederland. In Engels, Spaans en Nederlands. Zo, welkom. We zijn op dit moment niet fysiek in de kantoor. Het was in het World Trade Center in Den Haag, maar op dit moment we doen alles vanaf thuis. Alles online, zoals bijna iedereen. Tot het mogelijk weer is om samen te komen en ook onze evenementen te vieren. En we doen elke 3 maanden, en we delen elke 3 maanden, naar ontwikkeling van 10 personen ongeveer. Dan gingen wij presenteren de nieuwe ondernemers en nieuwe zakelijke personen via een evenement met verschillende muziek en verschillende ook ondernemers van andere landen. Dat was heel mooi. En op dit moment, zoals hij zei, wij doen dat niet meer. Ja, voor 1 jaar ongeveer. Mm-hmm. Wanneer het mogelijk alweer is, wij gaan weer doen. Ja, precies. Oké, bedankt iedereen. Gracias. Thank you. En dankjewel, Shalina. Ja, dankjewel. Tot de volgende keer. Dag.